Naast mij Arwin Kajedin, de oprichter van LifeCrowd en Crafture. En wij gaan het de komende kwartier, 20 minuten gaan wij het hebben over livestreaming. Of eigenlijk streaming, maar daar hebben we het straks over. Even een vraagje aan jullie. Tijdens corona, wie heeft wel eens een livestream van een artiest of van een band bekeken? En hoe vonden jullie dat? Was dit oké okay, of was dit allemaal een beetje net niet? Oké. Okay. Een van de dingen die opviel is dat er best wel een provisieringsslag gemaakt kon worden. Want je kwam niet vaak verder dan een iPhone in een keukentje met krakkemikkig geluid. En super charmant. En je was blij dat je het had. Je was snel tevreden. Arwin die dook daar gelijk op in, maar op een andere manier. Ja, leuk om hier te zijn allereerst. Ik heb een digitaal bureau hier in Amsterdam. We hebben er allemaal hele mooie dingen in het land van live muziek en film. Dank aan meneer Jagger dat ik hier nu kan zitten, anders hadden we nu ook al livestream gehad in de Huid Arena. Dat begon eigenlijk dat we tijdens corona zoiets hadden van we moeten iets beters en iets meer doen met optredens die dus nu niet meer plaatsvonden. Dus wij zijn eigenlijk vanuit onze development hard gaan kijken van wat zou het nou tof zijn als we een soort on-demand livestream platform zouden kunnen gaan starten. En dat klinkt al heel scheef, on-demand livestream. Maar we hadden al vrij gauw het idee van daar moeten we wat mee, dat mensen misschien on-demand Een nummer of een live experience willen meemaken. Tot zover mogelijk, hè? Want het vervangt natuurlijk nooit de echte experience als je echt in de zaal bent. En dat was best succesvol in de vorm van hoe we hadden opgezet en het idee erachter. Het idee erachter was eigenlijk heel tof. Je gaat naar een show en sommige shows die wil je niet helemaal zien. Niet alle 24 nummers die een artiest doet, maar misschien wel nummer 2, 5 en 10. En hoe tof is het als je die live kon zien en daar kan je voor betalen en die kan je checken. En die kan je weer opnieuw kijken. En stel je bent naar de show geweest ook en je vond dat nummer nou zo vet gedaan, die uitvoering vond je zo tof, dan kon je ook dat als een plus in je pakket meekopen eigenlijk. En was een heel tof ding en de techniek daarachter klopte heel goed. En toen, zoals met alle grote ideeën, toen was de techniek daarachter meer waard dan het idee zelf. Dus de techniek die ging toen heel hard en het platform wat we toen hadden gebouwd zorgde ervoor dat je met één druk op de knop live kon gaan op alle platformen. Nou, dat is een groot succes geworden. Alleen het live redefined, zo noemden we dat, live redefined, dat niet helemaal. Dus dat was toen. En na het hele live redefined avontuur, want het is op een andere manier weer doorgegaan. Ja, op een hele bizarre manier eigenlijk. Want wat ik al zei, die techniek die we toen hadden gebouwd en hoe we keken naar hoe mensen muziek, ook muziek consumeerden in de tijd, dat dus heel anders was dan live. Want live, die mogelijkheid had je gewoon niet. Was het heel interessant om met artiesten in aanraking te komen die dus een hele andere artistieke approach hadden naar live en wat dat dan was. En als je dus met artiesten ging praten over, en met management ging praten over het feit dat wij iets wilden doen wat we dan live later noemden, want ja, het was niet live, maar het was gewoon, we gingen het opnemen en later zouden we het dan in stukken knippen en dat kon je dan on demand, kon je dat dan aan het publiek beschikbaar stellen. Maar dat was echt not done. Artiesten vonden dat echt helemaal niks. Wat heel vreemd was voor ons, want wij dachten, hey, dat is toch vet. Ik bedoel, als er met een livestream heb je juist de fouten die erin zitten en de verbindingen die niet goed gaan en de kwaliteit waar men juist voor wil betalen. En dat bleek ook, want partijen als Dolby, Atmos en dat soort hele toffe partijen, die wilden hier echt, echt wat mee doen. Maar ja, de artiesten die vonden het allemaal toen, in het begin van de corona, vonden het niet zo interessant en dat begon later eigenlijk ook meer te komen. Ja, en dat later, jullie waren een van de allereerste die, we gaan even lekker topcallen, die Rolling Stones de eerste paar minuten live uitzonden via Instagram, geloof ik. Nee, via Facebook. Via Facebook. Ja. Ja. En dat zou vanavond ook weer gebeuren. Ja, dus, man. Het gebeurt nog steeds. Ja, Mick is corona. Ja, het was echt heel tof. In 2017, wij zijn een van de developers, een van de premium developers in de wereld. Dus we werken met al die platformen samen. In 2017 hadden we Facebook Live. En toen hebben we eigenlijk alle artiesten, we werken heel veel samen met Mojo Concerts en Live Nation in de hele wereld. En toen vroegen we eigenlijk aan elke artiest, hoe tof is het? En het was echt pre-corona, dus niemand was nog bezig met streams en dingen. Hoe vet is het als je via dit nieuwe ding, dat we Facebook Live noemen, om daar de eerste minuten van een concert te zien? En dan echt de eerste 2-3 minuten en daarna cut je af en dan had je maar een kaartje moeten kopen.
voortdenkend aan het feit van, nou, later zullen misschien mensen wel alleen maar de digitale versie willen kopen in plaats van, toen kwam corona natuurlijk. En dat was een groot succes initieel, want we deden toen Gelderdoom in Amsterdam Arena en dat was echt 400.000 keer bekeken en super tof. En we zouden dus vanavond iets nieuws doen met Instagram. Weer het circle. Ik stuur gisteren nog een mailtje, the circle is round, want we zijn dit begonnen met jullie en nu gaan we weer naar de volgende chapter met jullie. Het heeft wat vertraging opgelopen, laten we het daar bouwen. Maar daardoor, doordat we met de eerste Rolling Stones deden, toen kwamen alle andere artiesten eigenlijk. En die zeiden van, oké, wij willen het ook wel. En toen mochten we een stukje doen van Katy Perry en Shakira en Niall Horan. En Jamiroquai heeft het toen zelf gestreamd en zo ging dat. En toen Ziggo Dome nam een stukje over. Dus we gingen eigenlijk wel zo de goede kant op toen. Ja, toen gebeurde er iets. En toen gebeurde er iets. De wereld stond stil. Als je kijkt naar, wat is de huidige situatie over streaming? In het voorgesprekje, als ik zeg live streaming, dan zeg jij altijd iets. Nee, dat is. Ja, het is een beetje een negatieve bijsmaak nu, live streaming. Want we weten allemaal, in ons hoofd hebben we dat beeld van het krakkemikkig geluid. En het is niet helemaal wat je wil en het is niet helemaal goed. En wij hebben nog een talk gehad in het begin toen wij hem net hadden ontwikkeld. En toen zeiden we dat ook, volgens mij, de kwaliteit is zo extreem belangrijk daarin. En als je dat verkeerd lanceert of verkeerd in de markt zet, verschillende mensen hebben het geprobeerd en dat hebben we allemaal gezien hoe fout dat ging. En fout is een groot woord. Maar dan is het toch niet helemaal wat het had moeten zijn. En dus heeft het denk ik wel de weg vrijgemaakt voor toch wel weer dat on-demand streaming of zo. Ik weet niet. En dat is toch wel iets wat aan zit komen. Maar hoe zie je on-demand streaming? We hebben vorige week Guus Meeuwis op Videoland gehad. Ja, maar dat is wel een goed voorbeeld. Dat is hartstikke tof dat je Guus Meeuwis kan kijken. Maar dat is zo... Het nadeel daarmee was wel, als je niet op het moment dat het concert was, kon je niet kijken. En dat had geen video-on-demand versie. Precies. Er zou eigenlijk een soort van on-demand versie moeten zijn. En precies hoe wij dat toen hadden gepitcht, en we hadden echt een super vette deck. Je weet dat toen nog, met Asher volgens mij, dat toen getest in New York met een optreden. En dan heb je gewoon chunks van nummers. En de oudere fans die gaan weer voor zijn oudere nummers, voor You Make Me Wanna en Nice and Slow. En de jongere fans gaan voor de nieuwe single. Dus er zat iets voor alles in. En dat, ik geloof daar nog steeds in, dat nog steeds een ding kan worden. En zie je het dan als een extra verdienmodel voor de artiesten, of zie je het meer als een promotietool? Mensen, dit is zo tof, met het volgende concert ben ik 100% aanwezig. Allebei. Het is sowieso een ander verdienmodel wat je nu ziet met al die streamingplatformen. En dat was toen niet aan de gang. Vroeger was het zo dat je... Vroeger, waar heb ik het over? Maar die streamingplatformen claimen nu zeg maar de rechten voor bepaalde concerten. Dus The Weeknd zie je exclusief op Amazon. En volgens mij Billie Eilish op Apple Plus. En weet je, dus... die rechten als artiest, volgens mij, maar ik weet dus niet of de details zijn, die geef je dan dus aan zo'n platform om dat exclusief te doen. Hoe tof is dat als je dat in eigen beheer kan houden? Ik ben altijd iemand geweest van first party data, hou die data bij jezelf in plaats van dat je het weggeeft aan third party. Hoe tof is het? Dus dat is het ene model, het verdienmodel. Het andere is, je kan fans veel makkelijker bewegen om dan te zeggen van, oh, ik heb nu stukjes gezien van die show of van een ervaring waar ik de volgende keer echt wel bij wil zijn. En dan verkoop je mee, denk ik. En het is natuurlijk de levende reclame zelf van de Facebooken en de Instagrams en de Twitter en al die andere, want ze kunnen doorplaatsen. Ja, zeker. En daar heeft TikTok een gigantische slag in geslagen, want die heeft zich hard ingezet op muziek. Dus daar, ook voor degenen die hem wel of niet mee hebben gekregen, het hele rechte stuk op TikTok is, dat hebben ze als eerste gedaan voordat ze iets anders zijn gaan doen. Waardoor dus heel veel muziek gewoon lekker op TikTok zijn weg vindt. En als je dat met live erbij kan doen, dan heb je denk ik iets moois in handen. Maar dan nog zou ik pleiten voor misschien een model waarbij je het bij jezelf ook kan houden. In plaats van op al die platformen ook zetten. Maar dat is meer mijn eigen... Hoe bedoel je dat? Gewoon dat je je eigen platform hebt, je eigen website hebt, je eigen custom build systeempje waar je gewoon je eigen rechten ophoudt versus dat je moet delen met een Instagram of met een TikTok of met een Facebook of wat er ook gaat nagekomen. Mocht er dus wel eens vraag zijn over streaming, steek je hand op en dan geeft Ewout antwoord. Geef jij deze. Dankjewel. Hoi. Ik had een vraag. Ja. Mijn zoon heeft zo'n virtual reality bril apparaat. Die games op doen en zo. Ja, cool. En als ik dat zo zie, ik heb het ook al eens geprobeerd. En het ziet er fantastisch uit, kan beter, maar goed.
ik denk altijd van, wat zou het fantastisch zijn om met zo'n virtual reality bril naar een concert te gaan. Je hebt 6 cameraopstellingen, eentje voor het podium, eentje erachter. En als consument zou je dan kunnen schakelen, weet je, van veraf. En zit daar überhaupt muziek in? Technisch zijn we waarschijnlijk nog niet zo ver, maar ik zie persoonlijk wel mogelijkheden, maar ja, ik ben geen expert. Nee, ik ook niet. We hebben getest met Post Malone en Pearl Jam in 2017 of 2018 in de Ziggo Dome. En het was qua usability was het echt een succes, mensen. Maar we hebben het onbetaald gedaan, dus waar zit dan het succes? Ik bedoel, mensen, het was heel tof. Je kan nog steeds zo'n bril opzetten en terugkijken en dan zit je daar. Voor front row en Post Malone op langsje en de show is in Dolby opgenomen, dus je hebt echt goede kwaliteit. En we staan aan het begin daarvan, van die technologie, want ik denk ook dat die virtual reality omgevingen, die worden alleen maar beter. Vooral als je ziet wat ze vanuit Fortnite aan het toveren zijn en met Unreal Engine 5 wat er aan te komen, dat is echt ongelooflijk. Maar er is een nieuwe generatie, waarschijnlijk je zoon, die is bereid om daar wel voor te betalen. En wij, oude generatie mensen, ik weet niet of ik dat moet zeggen, zo oud ben ik niet, maar goed. Wij kijken daar toch wel anders naar, denk ik. Het is een nieuwe generatie die heel anders die ervaring wil consumeren dan dat wij dat doen. Dus ik denk dat daar zeker wel muziek in zit en dat zal ook zich verder gaan ontwikkelen. Zijn er obstakels? Nee, niet sneller internet. Ik denk, wat ik denk is die VR-experience, de prijzen lijken nog vrij hoog. €400 per bril voor een decent quality. Daar komt iets leuks aan wat binnenkort gelanceerd kan worden door Apple, waardoor je een AR-experience gaat krijgen en waardoor die prijzen wat lager kan liggen. Dus het is echt technologie wat ons nu een beetje tegenhoudt. En ik denk zelf ook kwaliteit, maar dat is daar zo'n beetje mee. En ik denk dat het ook met de leeftijd te maken heeft. De mensen die geld hebben om een VR-bril te kopen, ja, die super geïnteresseerd zijn, die kopen de VR-bril. Ja. Ja. En die willen daarmee gamen vooral. Een hele andere experience. Maar ik denk dat dat, als we kruipen natuurlijk steeds dichter bij de metaverse. Mm. En ik denk dat dat, hoe zie jij streaming in de metaverse? Gewoon, nee. Dan gaat echt alles open. Dan kan ik echt de hele nacht hier nog praten over. Ik denk wat Fortnite heel erg aan het doen is, characters bouwen van artiesten en dat je dat dan ook kan volgen. Ik denk dat daardoor ook de dame die hiervoor was over K-pop, die lopen daar heel erg in voor. In die gamification en de marketing strategy daarachter. Het is bijna een levende game waar je in zit, omdat je continu, hebben zo'n kalender waar je allerlei dingen moet gaan doen. Dat is echt een soort gamification van je hele fandom. En dat is daar normaal. Dat is gewoon de ongelooflijke toffe manier om met fandom om te gaan. En ik denk dat en met de metaverse included, dan niet, kom je ook zo boos maken met Facebook, maar dat ziet er een beetje karig uit. Maar wat Apple nu aan het doen is en wat Fortnite aan het doen is, dat zijn dan de eerste indicatoren van hoe groot het gaat worden. Denk je dat de jongere generatie, dus zeg maar vanaf nu, nou wat zouden ze, 13, 14, dat over 2-3 jaar dat die metaverse, een gedeelte van de metaverse is zoals we het nu voorstellen? Ja man, als je nu al, ik ben niet de oudste, maar ook niet de jongste. Maar dus nu kijk naar die Discord-servers en hoe die gasten met elkaar, die communities met elkaar aan het maintainen zijn. Dat is echt een andere wereld. Ook met muziek consumeren, hoe ze elkaar op de hoogte houden van bepaalde dingen. Maar zou dat nog breder geaccepteerd worden dan dat het nu al is? Ja, zeker, zeker. En dan noemen we het niet eens meer streaming of zo. Ik weet niet, dat moet iets. Dan ga je gewoon een concertje in VR pakken. Ja, dan ga je gewoon, dan pak je gewoon, hoe gaan we naar dat concert? Gaan we VR, ben je er VR bij of beter? Ga je echt live? Ja, waarom zou je live gaan? Weet je, als je in VR ook de goede experience hebt. Meen je dat echt? Ja, ben ik echt, ja. Het is toch iets heel anders dan dat je in VR met een VR-bril op je kop zit te kijken. En heb je misschien wel het beste geluid. Maar dodelijk anders. De concertervaring. Misschien ben ik wel gegarandeerd. Ik ben de oude man op dat gebied. Maar dat lijkt me onvervangbaar. Nee, ja, dat is ook. Ik vind dat ook dat het onvervangbaar is. Maar ik heb ook altijd gezegd, en daar ben ik dus helemaal de mist in gegaan. Ik heb heel veel cd's en ik zou nooit €10 per maand betalen. En dat ik mijn muziek niet van mezelf heb en zo. En nu check me nu met mijn Apple Music en nu met Spotify, dat de kwaliteit van Spotify is eigenlijk minder dan die van Apple Music. Want je zit op bepaalde, weet je, mm-hmm. Maar dat vindt de generatie niet erg.
Ik vind dat erg. Ik ben een audiogeek. Ik vind dat heel erg vervelend. Maar er is een hele generatie die poeit het geen zak dat het MP3 128 kbps is. Dat maakt niet uit. En zo ook in die quality denk ik zo meteen met streaming en dergelijke. Dat denk ik er echt een slag in te maken. En dat is voor, het gaat een beetje afronden. Ja. Dat is voor de kan je 4 jaar verder noemen. Dat is in de 4-5 jaar verre toekomst. Hoe kijken we volgend jaar naar streaming? Ik hoop op een manier dat we, nou, wat ik net een beetje schetste, dat die artiesten een beetje wakker worden. Dat zal wel niet, maar dat er een soort, dat ze goed naar hun catalogus gaan kijken en gaan zeggen, oké, wow, wat mijn show is, ik kan het opsplitten, ik kan het on-demand als een soort seizoen met episodes, kan ik dat lanceren en dan hebben er mensen meer kijk op, meer zin in, meer een langer engagement. Een langer engagement, meer ontdekking. Ik hoop dat gaat worden, maar hoe knows. En welke rol speel jij erin? Een hele humble, bescheiden rol, maar gewoon te hopen dat ik het goed heb. En dat ik weer hier mag zitten en vertellen van ik had gelijk. Nee, we gaan het zien. Technisch mogen wij heel veel toffe dingen doen. En we zijn heel vervelend, omdat we artiesten altijd aan het duwen en aan het trekken zijn en hopen en telkens een stapje verder gaan. En wat grappig is om te vertellen, dat die oudere artiesten die snappen het eigenlijk wat beter dan die nieuwe artiesten. Dat blijkt echt. Of je nou met Genesis praat of een Rolling Stones, dus dan de nieuwe artiesten die moeten dan eerst overtuigd worden. Als die oude gasten doen, dan doet de rest het ook, weet je wel. Dus dat is wel heel, heel tof. Heeft er iemand nog een vraag? Helemaal achterin. Ja. Nee. Ik denk als je hard praat, dat je hard kan verstaan. Ja, dat is goed. Dankjewel voor je verhaal, heel graag. Zijn er nog andere dingen die je hebt gezien tussen de oude artiesten en de nieuwe artiesten, die je wel weer interessant vond? Met gebruik van nieuwe technieken en tegelijkertijd ook hoe ga je met de content om, met je fans? Ja, ik vind die nieuwe artiesten zijn heel erg beschermend. Hun IP wordt heel erg beschermd. Zij komen al met eigen teams en dergelijke, hè, met social media en de content maken rondom een show. Terwijl er wat oudere artiesten, ja, die geven nog fotopassen uit en dan heb je nog, dan mag je als journalist of als fotojournalist of videograaf mag je daar nog wat dingen mee doen. En die nieuwe generatie die heeft vaak een eigen team. Er is een soort motion gaande we hebben het een keer over gehad, Beyoncé dat in gang heeft gezet volgens mij. Het was ooit een foto wat ooit bekend is geworden van Beyoncé, waar ze een hele gekke pose had of een heel gekke blik. En die heeft ze overal van het internet laten halen en vanaf dat moment is hoe gezegd, je mag niet meer aanmelden voor... zij komt met eigen foto's en die stuurt ze door naar de kranten en er mag niet meer een externe fotograaf of videograaf. Dat is ook weer iets wat de nieuwe generatie ook echt aan het doen is. Toevallig vanmiddag kregen we door dat de groene nieuwe artiesten die in de komende maanden in de Ziggo Dome staan, dat die al niet accepteren dat er een externe ploeg aanwezig is. Dus dat is ook wel iets qua content en hoe die omgaan met hun eigen content versus de oude generatie. Dat is wel heel frappant eigenlijk. Terwijl ik had juist verwacht dat die nieuwe generatie heel erg open zou zijn. Van hé, weet je, want juist de juiste nieuwe generatie zijn allemaal, je stelt alleen maar telefoontjes als je een show kijkt, de nieuwe generatie. Ja, dat vind ik wel apart. Dankjewel, Erwin.